De campagne van het windpark Nijmegen-Betuwe heeft de communicatieprijs gewonnen. Dat is donderdagavond bekend geworden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Montessori College. De publieksprijs is gewonnen door Splash, die waterglijbaan die in mei van dit jaar in de Hezelstraat voor veel vermaak heeft gezorgd. De verrassing was groot. Eigenlijk was het al meteen, op het moment dat we ons inschreven, we waren ook genomineerd voor de juryprijs. Maar uiteindelijk toen de publieksprijs, het stemmen rondging, laat maar zeggen, hier, toen werd het best wel spannend. Ik heb goed het bord in de gaten gehouden. Met Splash hebben we natuurlijk wel een lange termijn visie. We willen eigenlijk met het succes van Splash wat we in Nijmegen hebben gehad ook kijken hoe we door kunnen groeien. Of hoe we de editie in Nijmegen kunnen uitbreiden. We hebben al aandacht gekregen uit de Alpen. Twee weken geleden zijn we op locatiebezoek geweest. Ja, er zijn echt plannen om met Splash de wereld over te gaan. De verrassing was voor ons uiteindelijk heel groot. Want ik vond het allemaal hele bijzondere projecten. Allemaal heel Nijmeegs. Allemaal mooie campagnes. Mooie film natuurlijk ook door veel gebruikt. Dus uiteindelijk had ik het niet gedacht. Aan de andere kant zeiden al een paar mensen in het publiek, ja, maar wat natuurlijk het sterke is van jullie, jullie hebben een hele veelzijdige campagne. En jullie hebben heel erg natuurlijk het bottom-up werken ingezet. Jullie hebben de burgers erbij betrokken. En dat maakt uiteindelijk dat je nog krachtiger bent dan de anderen. En toen we met deze campagne begonnen zijn, hebben we eigenlijk in eerste instantie gedacht, ja, we moeten gewoon zoveel mogelijk leden weten te werven. We moeten zoveel mogelijk mensen enthousiast maken om mee te investeren in windmolens in Nijmegen. Het campagneteam heeft heel erg gekeken hoe kunnen we de kracht van die coöperatie, van die burgerparticipatie, hoe kunnen we die gebruiken om uiteindelijk ook het succes te gaan behalen. We zijn uiteindelijk inderdaad een project dat heel erg veel geprobeerd heeft om natuurlijk in Nijmegen bekendheid te hebben. Dus ja, heel leuk om te horen dat ze enthousiast zijn over ons. Dames en heren, dank jullie wel. Fijne avond nog.